Elson 3-1 winnen van Fortuna. Hoe groot is de opluchting? Ja, heel groot. Heel groot. We hebben heel hard gewerkt vandaag als team. En vandaag maken we de goals wel. Dus we zijn wel heel blij. Het is een goede begin voor ons. We moesten even geduld hebben, maar vandaag viel alles wel op zijn plek, hè? Ja, zo kan je het wel zeggen. Ik denk dat we vandaag wel... we hebben genoeg kansen gecreëerd. En zoals ik net zei, vandaag maken we ze wel af. En die penalty van Nasser, wat een hele grote kansen die we hebben gemist. En anders was het wel misschien 4-1 geweest. Zo, is wel goed. Ja, het ging de afgelopen tijd veel over doelpunten. Beter gezegd, het gebrek daaraan. Nu maak je er 3, dat is dan wel even lekker, hè? Ja, dat is zeker lekker. Dus ik denk dat wij voorin wel voor heel veel gevaar zorgen. Waardoor we altijd wel onze kansen creëren. Dus het probleem is alleen afmaken en vandaag ging het gelukkig goed. Ja, jij was een plaag voor de defensie van Fortuna. Je slalomt er gewoon lekker doorheen, hè? Ja, zo kan je wel zeggen. Ja. Nee, tweede helft ging zeker lekker. Alleen begin van de eerste helft moest ik nog een beetje erin komen. En daarna had ik de flow te pakken en begon het steeds gevaarlijker te worden. Ja, dan word je uitgeroepen tot Bodega Norton, man of the match. Sta je met een fles wijn in de handen, dat is dan ook wel een mooie bekroning voor jou, hè? Ja, zeker. Maar ik denk dat we dit als team hebben gedaan. Iedereen heeft hard gewerkt en het is wel natuurlijk leuk dat ik man of the match is vandaag. Glijdt er iets van de ploeg af met deze zege? Ja, dat denk ik wel. Je ziet wel zeg maar, dat in de kleedkamer na de wedstrijd dat iedereen heel blij is. En de zelfvertrouwen is gelijk terug. Dus ik denk dat het seizoen nu voor ons begonnen is. Ja, met dat zelfvertrouwen kan je lekker volgende week zaterdag naar Woudestein en naar Excelsior. Ja, dat zeker. Gaan we doen ook. Eerst lekker nog achterover kijken naar de rest van de wedstrijden dit weekend. Ja, ik denk dat dit wel een lekker weekendje wordt. Dus even kijken wat de rest doet. Maar... ik denk dat wij zelf goede start hebben gemaakt nu. Dus dat is wel lekker.